Yo mensen, groep van DPNL, met vandaag een nieuwe video voor jullie en vandaag ben ik hier met de allerlaatste pokjes van mijn Weekend League. Mensen, er is wat gebeurd. Namelijk, ten eerste dat Daniel Alves een rode kaart heeft. Echt, en ik ga me nooit meer inzetten. Ik zweer het je. Ik weet niet wat het is, maar ik vind die Daniel Alves zo slecht. Gewoon lekker Lala erin. Ik vind Lala echt zoveel beter, jongen. Echt ongelooflijk. Daniel Alves, I just don't like him. In ieder geval, daar gaat het niet om. Zoals jullie weten, zoals jullie hebben kunnen zien in de video van gisteren, ging ik 11 om 4. En dat was echt mijn slechtste start ooit. Echt oprecht mijn slechtste Weekend League start ooit. Maar wat er toen gebeurde, na die 11 om 4 ging ik 11 om 1. Dus eigenlijk ging ik 22-5. 20-5, toen kwam ik tegen een goede tegenstander en verloor ik 20-6. Nu ga ik dus 20-6 en met één potje ben ik elite. En ik wil echt heel graag elite worden. Maar dan moet ik dus nog wel winnen. En denk dat ik nou ga winnen. Doe zeker een duimpje omhoog op deze video. Laat trouwens ook achter als je vindt dat ik een keer zo'n Futmus SBC moet doen. Want op zich zitten er af en toe wel aardige spelers bij. Op dit moment hebben we volgens mij die Firmino die wel aardig is. Dus dat is wel nice. Laat ik trouwens even mijn tenue-nummers aanpassen. Want dit kan natuurlijk echt niet. Zo. Tenue-nummers zijn goed aangepast. Laten we dan maar het allereerste potje gaan zoeken. Abonneer dan zeker op mijn kanaal, mensen, als je het niet gedaan hebt. Dat kan hier beneden. Dan blijf je op de hoogte van leuke video's. Zul je afvragen, Koen, hoe heb je weekly gespeeld deze week? Nou, we hebben dus hele zondag opnames gehad. Mensen, ik zweer het je. Jullie zijn waarschijnlijk misschien een beetje van. Bankzitters. Dat kanaal is een beetje dood. Er komen van 2019. Die video's aan, dat is echt gewoon niet normaal qua kwaliteit. Echt gewoon veel beter dan wat jullie van ons gewend zijn. Er komen gewoon echt fucking goede video's. En vandaag hebben we een hele dag opgenomen. En daar heb ik geen weekly kunnen doen vandaag. Wat wel een beetje jammer is. Maar, oh jongens, ik word scheidsziek van jongen. Maar, dat maakt niet uit. Dit is een tegenstander team. Best wel aardig. Maar hij wil die Daniel Alves. Ik kan er geen reet van. Voor de rest, goed team. Oké, we spelen tegen een Nederlander. Leuk. Oh, Angry Bird 180. Ja. We hebben hier te maken met een OG. Maar ik moet dus zeggen, dit is nu mijn eerste potje FIFA van de dag. Ja, laten we even hopen dat het een beetje gaat. Ik heb natuurlijk dus nu weer een ander team. Want ik heb dus weer Daniel Alves eruit. Ik baal echt hem vandaan. Het is echt de zondigste 300k die ik ooit weggeef in mijn leven. Keeper, je bent er eerder. Dank u. Goed balletje door. Op MLP. MLP komt naar binnen. MLP schiet. En MLP schiet. En naast. Jammer. Wat een slecht schot, zeg. Jezus, we zien er zo ver naast. Jullie vragen, Koen, volgens mij heb je nou drie dagen achter elkaar hetzelfde shirt aan. Heb je maar één shirt of zo? Ja. Weet u het toch? Neymar. Oh jongens, what the fuck? Waarom scoor je niet, man? Dit is een gratis goal voor Neymar altijd. Ik moet trouwens Lala die corner afnemen, want die kan vet goed corners nemen. Corner counters bestaan niet meer dit jaar, dus daar hoef ik me niet zoveel zorgen om te maken. Hij scheidt zie. Nou ja, je kan ervoor fluiten. Dat is wel zoiets. Soms wordt echt letterlijk daarvoor gefloten en soms niet. Dat is ook zo random. En net alsof IE er zin in heeft, de ja of de nee. Wat ook een probleem was trouwens met Dani Alves. Ik vond hem zo traag. Echt niet normaal. Ik vond echt alsof hij, nou, alsof hij niet kon lopen gewoon. Scheid. Ja, onterechte penalty, maar ja. Je weet je meekrijgt. Zo is dat ook alweer. Je weet dat als je geen rode kaart krijgt met je speler of een gele kaart, dat het een bullshit penalty is. Zo is het nou helemaal. Ah, als ik hier verstopt hem. Really. Hoe mis ik nou weer een penalty? Even serieus. Goed. En nu voorleggen is het 1-0. Oh mijn god, hoe mis ik dit? Hoe schiet ik het niet binnen? Even serieus, die Kante, jongen. Ja, die is blij. Hij, wat is hij blij? Boom! Ja, jongens, ik heb kansen als ik dit niet win, jongen. Het is best wel ziek dat ik gewoon weer elite haal. Eindelijk weer. Ik had het even een tijdje niet gehaald. Maar eindelijk weer elite als ik dit even goed doe. Dus dat is nice. Zo je zien, hij gaat zijn eerste kans erin. Nou, dan word ik echt para, jongen. Deze gast is niet heel goed, volgens mij. Sorry, Angry Birds 180. Zie mij heel goed, maar heb je gewoon een potje dat gewoon je space niet meewerkt? Dat kan, hè? Heb ik soms ook. Maar ja, dan lijkt je gewoon niet zo goed. Lala, lekker, jongen. Heerlijk. Dat is wat ik wil zien in een rechtsback. Gewoon sliden. Zo, ik had trouwens laatste rechtsback gebruikt. Die was zo slecht. Weet je wie het was? Daniel Alves. Jezus. Wat heb ik spijt van die SBC's, hè. Oké. Mensen, zoals jullie zien, staan we 0-0. En ik heb eigenlijk niet heel veel schoten. Bojan YouTube. Zal ik hem eens opzoeken? Bojan YouTube. Hij heeft 1.8k abonnees. Heerlijke player pick. Dan ben ik eigenlijk wel stiekem een beetje benieuwd wat zijn heerlijke player pick was. Wat waren we? Hadden Sala en Kante die heerlijk waren. Laten we even kijken of Bojan YouTube doet aan clickbait. Of dat hij inderdaad een heerlijke player pick had. Nou, kan natuurlijk heerlijk, kan ook zijn een speler die perfect in zijn team past. En aangezien ik toch nu tegen hem kom en hij heeft geen Sala en geen Kante, ja, denk ik toch. Ja, dat we hier te maken hebben met een klein beetje clickbait. Nou, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Nee, tief op. Oh mijn fucking god. Hoe kan dit nou? Ik verlies van Bojan YouTube. Bojan, als ik een tip mag geven, je bent nu al 2 minuten bezig met je intro's, hè. Ik heb nog geen FIFA gezien. Je eerste FIFA beeldje komt pas na 2 minuten 37 in beeld. Dat is wel lang hoor, Bojan. Nou, waar blijft die player pick dan? Die heb je al gehad hier. Dit zijn de Visual Rewards. Gast, hij wordt goal 3. Ik sta achter iemand die goal 3 haalt. En niks tegen goal 3 hoor, maar hallo. Wat denken we ervan, EA? Ik weet dat jullie graag iedereen een kans willen geven, maar kom op, hè. Ja, oké, dank u. Ik dacht al, wat was dit, jongen? Mensen, daar komen ze, de player picks. Oh. Kom, spannend muziekje. Oh, ik ga even op pauze drukken, want ik moet even zorgen dat ik geen goal tegen krijg. Maar ik ben wel zeer benieuwd naar nu wat zijn player pick wordt. Oh, hij gaat wisselen. Angry Bird 180. Oh, wat een kut goal. Oh, zit er niet in. Tuurlijk niet. Laat maar zitten. Geen kut goal. Ja, dit meen je toch niet? Hoe gaat het er nou niet in, jongen?
Oké, ik hoop dat die bal snel uitgaat. Dan kan ik namelijk even kijken wat zijn playerpick is. Ik moet zeggen, de muziek... Oh, nee. Nee, is het helemaal vrij, die vent. Ja, dit doe ik ook altijd. Oh, mijn fucking god. Nou, oké, nu maar kijken wat zijn tweede playerpick was. Lozano. Ja, oké. Oh, is dat 2 weken geleden? Gast, 2 weken geleden, 4 weken geleden, 9 maanden geleden, 10 maanden geleden. Boy, ga maar meer uploaden, gast. Hoe hoor je nou ooit een grote YouTuber is nooit uploadpick? Kom op, man. Wat is nou voor lacking? Hé, dit is kut trouwens. Ik sta gewoon achter. 2-1. Ja, tegen gauw 3, gast. Hoe kan dit? Hoe slecht speel ik dan? Ja, dit is wel een goede bal, hoor. Ja, die geef ik ook altijd zo. Maar ja, ik ben ook heel goed natuurlijk. Ja, hij heeft Lozano erin gewassen. Heerlijke playerpick. Godverdomme, ik ook hoor. Ook heerlijke playerpick. Oh, Mertens bijna, jongen. Wat is het close. Ja, we staan 4-2-4, mensen. Dat kunnen jullie misschien wel zien. Aangezien iedereen voorin staat bij mij. Dat op zich wel lekker is. Boom. Kopbal zwak. Gooi dan. Oh, gaan we tijd rekken. Oh ja. Boy, als je nou een video upload, ik heb van DNPNL gewonnen, dan word ik niet goed, hè. Meen je maar dat niet gaat gebeuren, want ik scoorde 2-2. Yes, hij doet het. Hij doet het. De DNP master. Goed zeg. Heerlijk. Dan gaan we nu even terug naar aanvallend. Niet naar weer naar verdedigend. Verdedigend is niet verdedigend voor mij, maar dat is gewoon mijn opstelling die dan zo gaat. Ja, we gaan naar aanvallend. Dat is iets aanvallender, want ik wil even geen tegengoal tegenkrijgen, want dat lijkt me toch wel vervelend. En ja, uitstekend gevangen. Ja, dit is nou voor bal, Neymar. Kom op, hé. Goed kant en goed ertussen. Laat het nou net nog even doen. Net voor tijd. Daar komt hij. Dries Mertens. Nee. Jammer dit. Oh, nee. Oké, we gaan een verlenging in. Tegen Bojan. Zullen we even kijken of er nog een andere leuke video van hem is. Vlog 4. Weekendje naar Malaga. Ik snap het niet. Hij heeft gewoon best wel gewoon normale thumbnail, zeg maar. Voor die video van 2 weken geleden heeft hij ook gewoon 250 views. Helemaal niet heel slecht als je daarvoor 4 weken en 9 maanden geleden upload had. Hij heeft zo weinig video's. Hoe kan hij ooit zoveel subs hebben? Oh, man, hij heeft 2 Team of the Years gepakt. We hadden met alle bankjes 10.000 euro aan video points geopend. En we packten helemaal niemand. Hij krijgt ook nog eens Ramos. What the fuck? Hij is trouwens meer een streamer, denk ik. Want dat vind ik het echt wel raar dat hij YouTube heet. Maar ik zie namelijk een livestream van hem voorbij komen. En boom! Oh. Suarez doen. Oh mijn god, Suarez. Ik zweer je, als iemand die goals kan maken, is het echt Suarez. Die scoort echt de gekste doelpunten. Ik heb eens gehoord dat 90 Fernand echt de beste centerback is die er is. Dus ik ga denk ik Blank verkopen, mensen. Ook al ben ik niet ontevreden over Blank. Maar ja, als Fernand echt beter is. Petit doen. Hangen, lekker. 3-2. Kom aan, Petit. Goed hoor, lekker. Die heeft wel een aardig schotje in zijn benen, hoor. Oprecht, heeft wel een aardig schotje. Nee, ik wil niet veel zeggen, maar gewoon weer elite. Dan ben je gewoon... Ja. En heb ik nou zo'n goed team? Ik heb een goed team, hoor. Maar echt, ik kom soms tegen teams dat ik denk van, dit team is gewoon... Oprecht 3 keer zo duur als dat mijn team is. Denk echt van, hoe de fuck is dat mogelijk? Hoeveel geld heb jij erin gestopt? Of wat heb jij gedaan? Vertel me jouw trading techniek. Oh nee, batterij is laag. Ik heb geen opladeraadje hier. Mertens, met de kopbal. Hij schiet hem ook gewoon automatisch. Het is easy, ja, maar... Ik vind het zo'n bullshit. Je komt soms eigenlijk echt met potjes. Dan is het een soort van dedicated matchmaking. En ik kwam tegen een gast die echt al... Ja, meerdere keren top 100 heeft gehaald. En denk echt van, terwijl ik, wat was het? 11 om 2 ging, 11 om 3 weet ik het. In ieder geval, een van mijn eerste duels was echt tegen een fucking goede speler. En ik ging helemaal niet goed en toen kwam ik tegen hem. En dan kom ik nu tegen een, met alle respect, goud 3 speler, ja. En daar heb ik het nog moeilijk tegen, want ik speel echt als een enorme daap, maar... Je ziet wel gewoon toch... Huh? Kijk, zulke potjes win je eigenlijk altijd wel, toch? Ja. Ja, ja. Dat komt voor hem misschien over alsof het onterecht is, maar ja, dat is... Niet echt zo. Nee, eigenlijk helemaal niet. Maar dan heb je, hij heeft waarschijnlijk het gevoel van, er heeft meer... Voor mij is dat echt heel vaak. Dat je zeg maar als verliezer het gevoel hebt van, oh, daar had echt meer ingezeten. Terwijl de winnaar het gevoel heeft van, oh, er was echt geen enkel probleem in deze overwinning. Dat komt dan gewoon omdat de winnaar dan een soort van onder controle heeft ofzo. Ik heb 21 schoten. Tering, maar wel... Ah, oké, 5 buiten 16, maar toch wel aardig wat naast, zo te zien. Nou, laten we nog even een ander speletje even op minuten gunnen. Wie gunnen nog even op minuutjes? Peres is nog even op cam. Goed hoor. Nee, maar je hebt goed gestreden. Well done, maatje. Oh mijn god, mensen. Ik kom er nu achter dat Messi 3 goals heeft gescoord en 2 assists heeft gegeven. Dus ik krijg een informant. Ik ben elite. Oh mijn god. Dat wordt mijn player pick. Ik zweer het je. Of ik krijg mijn informant pick, dat kan ook. Oh jongens, ik doe mijn ogen dicht, weet je wat ik zie? Walkout. Inform. Argentinië. Centerback. Jiménez. Ah. Oh, dat is Uruguayaans trouwens, Koen. Oh mijn god. Wat een apelul ben ik, zeg. Jezus. Oh. Ik ben blij dat ik er zelf op tijd achter kwam. Anders werd ik echt helemaal geroast in de comments. Nu waarschijnlijk nog steeds. Maar anders gewoon nog meer. Kut. Goed gelokt. Oh, nee, dit is een nice doelpunt. Ja, wat gebeurt hier, gast? Ja, ik snap dus niet hoe een fitte Peres iets ingehaald kan worden door een moeie Kante. Ik snap dat gewoon oprecht niet. Zeg maar, Kante heeft veel minder pace, ten eerste. Ten tweede, ja, het verschil tussen fitte is echt mega. Ik moet trouwens wel op gaan letten, want het wordt hier gewoon 4-3. What the fuck?
Kijk, kan je heel leuk Neymar eruit halen en Perisic erin gaan zetten. En dan over Messi gaan dromen dat je hem gaat pakken. Je moet alsnog wel deze pot winnen, Koen. Ja. Oké, we hebben gewonnen, mensen. We zijn weer elite. Let's go. Lekker. Ik weet niet. Ik word een stukje minder hype door elite. Omdat ik gewoon... Ik wil heel graag elite 2 halen. En ik baal gewoon heel erg als dat niet lukt. En hij heeft hem niet afgesloten, scheids. Terwijl de tijd al voorbij is. Dus ik ga hem gewoon volledig onderuit trappen. Oké, dan pak je die rode kaart maar. Kijk, dit vind ik dus bullshit. De 122 minuten zijn al voorbij. En dan gaat hij nog even een extra minuut erbij lopen tellen. Anderhalve minuut. Doe even niet zo lijp of zo, scheids. Ik word er niet goed van, gast. Oh, dan gaat hij nou pauze drukken. Dat heeft toch geen zin meer, jongen. Ja, het is nu afgelopen, hoor. 125 minuten verder. Godzijdank. Mensen hebben elite gehaald en ik ben blij. En donderdag ga ik Messi hiervoor hem pakken. Ik ga hem, denk ik, wat ik persoonlijk denk, is dat ik hem ga krijgen in één mijn weekly rewards. Dus zeg maar de... Oh, kloot, nu heb ik het weggeklikt. Nu heb ik het weggeklikt dat ik heerlijk smikkel elite gehaald heb. Yes! Yes! Hoe winst moet je eigenlijk halen voor top 100? 28, oké. Okay. Oh, eigenlijk 29. Want die 10 gaan er nog wel uit waarschijnlijk. Nee, maar ik denk dat ik hem krijg in mijn player picks. En daarna ook nog in mijn informpackje. Ik denk dat het gewoon wordt. Gast, 29 wins. What the fuck? Hoeveel mensen hebben dan 30 gehaald? Tegen deze gast, de Stranger, heb ik echt al zo vaak gespeeld. Echt zo vaak. Ik speel gewoon altijd mijn weekly als hij ook speelt. Echt, what the fuck? Deze gast zie ik trouwens best vaak op Twitter. What the fuck? Haalt hij 30-0? Ze heeft 30-0, mensen. What the fuck? Ik wil ook 30-0. Besef dat je trouwens op 3 beoordeling vaardigheidspunten niet eerste wordt. Daar kan je gewoon oprecht niks aan doen, hè. Voor mij betekent dat echt op mensen leave of zo. Dat is kut. In ieder geval, mensen, ik ga denk ik mijn blank dus verkopen. En dan ga ik de Ferdinand halen. Smikkel Ferdinandje. Dan moet ik eens even kijken hoeveel die smikkel wel waard is. Hou je bek, is die 1,8 miljoen? Nee, doe normaal. Hij was 1,3 eerst. Doe normaal. En hoe is blank dan? Hopelijk die is ook ziek omhoog gegaan. Dat is hem niet, hè. Oh mijn god. 1,1. Ik kan hem niet kopen. Ik moet gewoon even hopen dat ik... Even kijken. 1,1 plus 300 is, laten we zeggen, 1,4 min tax. Dus 1,4. En hij is 1,8. Dus ik moet 400k mijn rewards krijgen. Jezus, dat is echt fucking veel. Maar ja, zo'n Messi is waarschijnlijk wel meer waard dan 400k. Dus dat gaat denk ik wel goed komen. In ieder geval, met zijn tweede potje gaan we zeker niet spelen. Want dat heeft geen zin. Maar ja, maandelijkse rewards bestaan niet meer. Dus ja, waarom zou ik dat doen? Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het video leuk vond, doe dan zeker een duimpje omhoog. En wil je zien dat ik Messi pack? Kijk dan zeker binnenkort op mijn kanaal. Dan ga ik die packs openen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zeg like vooral niet de volgende keer. En ik zeg doei. Later.